Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik altijd zeg, kan je met de Q-Time zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon je eigen bijouterieën maken? Vandaag zat ik met Jilmesia wel en ze heeft marvelous creations in leven gebracht. What a Hi, Jilmesia. <laughs> Dag Jelle. Hoe gaat het met je? Goed, Jelle. Nou. Ik heb hier een prachtig armbandje bij me. Maar voor we naar je bisuterie gaan. Wie is Gilmisia? Ik ben Gilmisia. Ja, en wat doe je allemaal? Ik maak sieraadjes en phone charms. Ik maak ook oorbellen, kettingen, armbandjes en die leuke dingen daar. Ja, want ik heb deze hier zo. Misschien zien jullie het nu. Ze heeft een. Prachtig armbandje die helemaal past bij mijn outfit en esthetiek. Super cute. Van waar ben je op het idee gekomen om, om deze dingetjes te maken? Toen ik jonger was hield ik altijd van leuke sieraden en ik ging vaak op YouTube mm -hmm. en dan begon ik ze te maken. En ik ben een jaar geleden begonnen. En ben ik van het jaar begonnen om te verkopen. verkopen. Wauw, toen je jonger was. Ik, ik, kan dat, ik kan dat zeggen, schat. Jij mag het nog niet zeggen. Je bent nog uh, prime van de Vip Young. Maar zo leuk. En gewoon ben je gaan zitten. Je hebt gezegd, oh, oh my god, ik heb kralen hier en ik ga ze regen of zo. Of zo is het gewoon van de grond gekomen? Het is bij de examen waar ik begonnen, mm -hmm. um, We hadden Verschillende opdrachten gekregen en dat mocht je zelf kiezen. En daar heb ik voor deze gekozen. Je was meteen verliefd met het maken ja. van dingetjes. Ik dacht gelijk van: ik neem deze. Ja, en een goede keuze, want je maakt super leuke dingen. We hebben zo'n leuke display van je sieraadjes, je phone charms en die dingen die je gewoon hangt aan je telefoon, ja. oorbelletjes en everything. Dus je was thuis, je hebt je kralenbak erbij gehaald, je hebt je moeder gezegd: Oké, okay, ik heb vanaf nu <laughs> moet je alle spullen voor me halen, want we gaan, wacht, we gaan dit gewoon doen. Ja. En dit jaar heb je gezegd, we gaan verkopen. Want hoe is, hoe is die verandering voor je gestart om van, ik heb iets geleerd en ik vind het leuk, naar, ik heb iets geleerd, ik vind het leuk en ik ga het nu verkopen. Hoe is dat voor jou gestart? Um, bij die examen ik eigenlijk, toen ik zag dat veel mensen het kochten, want uh, ik dacht even van, misschien gaan mensen het niet willen, maar toen ik zag dat ze het kochten, dan dacht ik, ik kan doorgaan buiten de school. Maar hmm. nu heb je al, je bent al een jaartje zeg maar, actief bezig met het maken van dingen en je verkoopt ook al. En je, dus je hebt al een aantal dingen gemaakt. Maar als, je, als ik je nu zo vraag, van, wat is het leukste wat je tot nu toe gemaakt hebt? Wat is dat? En, ja. um, armbandjes zijn het leukste. Yeah? Om te maken. Omdat ze, ze zijn echt makkelijk en ze zijn mooi. Ik hou van die kleuren. En. Ze passen altijd met kleren. Ja, ze passen Je ziet het zelf, weet je? Je hebt zelf die Angel wings zo voor me gezet. Girl, I love it. Als je dan nu hier zo zit, je weet al wat je leuk vindt om te maken. Als je zo iets maakt voor mensen en je geeft het af aan, hun, aan je klanten natuurlijk. Wat, wat doet dat met je dan? Als je zo je tijd erin hebt gestopt om iets te maken en je ziet dat ze blij zijn. Het maakt mij ook blij. En dan, ik leer ook uit mijn. Uh, mistakes, bijvoorbeeld als ik iets fout heb gedaan, dan weet ik de volgende keer moet ik het beter doen. Yeah. En ik word echt blij wanneer ze het leuk vinden. Oh, that's such a wonderful feeling. En kijk, als je nu, uh, mensen zijn nu hier en ze kijken en zeggen van oh my god, kijk deze cute girl is hier en she's making cute <laughs> little stuff. I want to support her business. Because it's nice. Hoe kunnen mensen die nu naar je kijken jou ondersteunen of iets bij je bestellen? Wat is het proces? Mijn nummer is op Facebook, dus daar kunnen ze me appen en bestellen, zeggen wat ze willen en daar maak ik het voor ze. Oké, okay. stel iemand kijkt nu en ze hebben deze leuke armband gezien, ze zien dat je nog meer dingen hebt. Kunnen ze je nieuwe appje sturen, krijgen ze het over een uurtje? Um, ik ben speciaal op locatie op, de, op zaterdag alleen. Mm -hmm. En dan als ze bestellen, dan breng ik het zaterdag daar zo en dan komen ze het halen. Zo, so, je hebt me verteld, je bent dan op locatie zaterdag, maar je moet me wel vertellen van welke locatie en hoe laat kan je de hele dag naar daar gaan. En je gaf ook aan social media, Facebook of TikTok of something. Wat, wat is jouw uh, accountnaam als mensen naar je werk willen kijken? Um, ik ben aan de Einarstraat, mm. nummer 13 en mijn TikTok-account is Marvelous Creations. Oké, okay, dus daar kunnen we alles zien. En dus uh, op elke zaterdag is dan je pick-up dag of je locatiedag als mensen naar... Uh, op de plek willen komen? Is er een ja. shop daar? Want je zei me iets van Divas Only. Ja, Divas daar ben je Only. Dan, en ben je dan de hele dag daar? Of wanneer kunnen mensen precies daar zijn uh, om jou te zien? Van 11 uur in de morgen tot 6 uur in de middag. Nou, genoeg tijd. Dus als ik ook spontaan binnenkom vallen, dan kan ik gewoon direct mijn uh, bijou krijgen. Ja, mevrouw. Oh, dat is super leuk. Oké, okay. je vertelde ook iets dus, van de examenmarkt, hè? Maar ik ja. wil er toch iets dieper op ingaan. Want wat is die examenmarkt nou precies? Want, ik heb jaren geleden de examen gehad. We jij geen markt? Uh. We hebben um, in juli een examenmarkt gekregen. En dan moest je eigenlijk kiezen welke opdracht je wilt. Mm -hmm. En dan ga je op de examenmarkt. We hebben versierd en al die leuke dingen daar. En daar heeft iedereen zijn eigen dingen verkocht. We, we stonden zo aan tafels. En daar verkochten we onze sieraden. En daar kunnen ze nee. jullie eigenlijk dan ook gewoon zien, al die kinderen, wie, uh, wat, of tenminste wat ze met hun creativiteit hebben ja. kunnen creëren natuurlijk. En hier is dit dus daar uitgekomen. Als je nu hier zit, je bent nu een jaartje ermee bezig, wat zou je willen bereiken met Marvelous Creations? En nu was het de opdracht van de examenmarkt uit, je hebt het leuk gevonden, je hebt een kleine business gestart, maar wil je er meer mee doen? Ik wil verder gaan, ik wil mijn eigen shop hebben zodat so ik mijn eigen naam erop kan hebben en verkopen, kunnen mensen daar gaan. En ik wil ook um, een website hebben. Girl, you should. Websites <laughs> are fun and nice. En weet je bij wie ik ga? Datasuur. They will make the nicest website for okay. you. Promise. Promise. <laughs> Nee, Gilmisha, ik ben super trots op jou. Dat je zo jong bent. Je bent bij me gekomen zonder senior. Alles looking <laughs> super cute. Met je own biches. You're representing yourself. En je gaat er gewoon keihard voor. Super nice. Ik vond het super fijn dat je bij me was. En ik hoop dat je nog heel veel meer biches kan maken. dat iedereen die vandaag ook kijkt denkt van hé, hey, we moeten Gilmisha supporten. Want she's making cute nice things. En zij ze gaat zo are. door. <laughs> Nou, mensen, vandaag was Gilmisha bij ons. Gilmisha heeft Marvelous Creations bedacht. Nadat ze tijdens de examenmarkt ontdekt dat ze hele leuke, mooie bijouterieën kan maken. Dus als jullie nu kijken en gezien van, oh my god, I need this. Ga jullie snel naar haar TikTok-pagina Marvelous Creations. Zie al haar werk dat ze maakt. En bestel vandaag nog jouw bijouterieën. Elke zaterdag is aan de Einaarstraat vanaf 11 uur morgens tot 6 uur middags. Dus als je dan denkt van, oh my god, ik heb nu, nu, nu iets nodig. Ze is daar en ze maakt het direct voor je on the spot. Let's support. Young business owners who try to make a difference in the world and in AFANSA. E and remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV to entertain to inform to inspire